Het afronden van kansen, dat is het grote probleem van Scheveningen. Vandaar slechts 12 punten uit 13 wedstrijden. En dus staat de ploeg van trainer John Blok momenteel op een na-competitieplaats met evenveel punten als de ploeg die op de directe degradatieplek staat. Aldogan namens Scheveningen. Roch, Peters. Ja, en dit illustreert dan toch wel het probleem van Scheveningen van dit seizoen. Want zo'n bal mag er best wel in. Peters met het schot na 2 minuten voetballen al. Maar Van der Meer die redt namens de thuisploeg. Zwiebe. Robinson. Robinson dan. Tegen de paal. En dan El Moussaoui met het doelpunt. Maar de scheidsrechter fluit vanwege buitenspel van de aanvoerder van Scheveningen. En dus gaat het feestje niet door. Hier Robinson. Moet natuurlijk zelf al scoren. Ja, op dit beeld kun je niet met 100% zekerheid stellen of het wel of geen buitenspel is. Feit is dat het doelpunt gemaakt door El Moussaoui niet doorgaat. En dus blijft het 0-0. Rotman. Namens Capelle. Vaillant. Vaillant met ruimte. Leerdam moet lossen. Vaillant. Vaillant. Dan heeft de oudspeler van Scheveningen te veel tijd nodig om te schieten op doel. Leerdam weer onder de lat bij Scheveningen. Miste de voorbije weken de wedstrijden vanwege een blessure. Wolfsheimer daarom weer terug naar de bank toe. Robinson komt hier niet bij de bal. Als de tweede helft inmiddels gaande is. Verder is bij Scheveningen Van Ree geschorst. De vlucht speelt op de linksbackpositie. Nieuwlaat is ziek. En daarom slechts 4 spelers bij Scheveningen op de bank. Robinson kapt daar goed zijn man uit. Maar dit schot mist dan kracht. En dan is het een eenvoudige prooi voor Van der Meer. Zwiebe. Aldogan. Zwiebe. Reza Diarcio. Maar die bal gaat over de kruising heen. Blok is al jarenlang trainer bij Scheveningen. Heeft een dag voor deze wedstrijd een gesprek gehad met de club over wel of niet verlengen van zijn contract. Zowel Blok als Scheveningen willen met elkaar doorgaan. Dus de kans is groot dat zij er zeer binnenkort uit gaan komen voor een verlenging van hun verbintenis. Hier ondertussen de volgende mogelijkheid voor Capelle. Opnieuw is het Vaillant. En opnieuw is het een grote kans. En opnieuw gaat hij er niet in. Zwiebe, kop door. Aldogan. Ruimte daar bij Peters. Die wordt ook gevonden. Peters dan Peters. En die bal die gaat er ook niet in. 0-0 dus nog steeds bij Capelle tegen Scheveningen. Inmiddels halverwege de tweede helft zitten we. Capelle dat wil uitverdedigen. Goed. Onderschept daardoor de vlucht en de overtreding gemaakt door Kalinka. En dus mag Scheveningen een vrije trap gaan nemen met Zwiebe. Die alle vrije trappen en hoekschoppen bij zijn ploeg neemt. Keeper los hier en dan is het Peters alsnog met de 0-1. Protesten aan de kant van Capelle, maar de scheidsrechter wil van niks weten. En keurt het doelpunt goed. En dat is lekker voor Scheveningen. Hier de vrije trap. Daar komt de keeper, moet hem natuurlijk hebben. Ja, en die heeft hem gewoon niet. Laat hem op zijn borst vallen. Claimt dan dat hij wordt aangevallen, maar volgens mij is er niet zoveel aan de hand. Ja, Lins protesteert nog wel bij de scheidsrechter. Van der Meer probeert het ook nog bij de grensrechter. Maar de 0-1 staat op het scorebord. En dat eentje aan de kant van Scheveningen zou ook niet teruggedraaid gaan worden. Van Eyck. Lettery. 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 Oh, mooi doelpunt zeg. En zo staat het 4 minuten na de 0-1 alweer 1-1. Lettery scoorde vorige week ook al namens Capelle tegen Quick Boys. En nu is hij opnieuw trefzeker. Leerdam iets te ver voor zijn goal en Lettery ziet dat goed. En zie ook de frustratie bij Zwiebe daar die met zijn hand op de grond slaat. En onder het toeziend oog daar van de burgemeester van Capelle wordt het 1-1 en 1-1 zou uiteindelijk ook de eindstand zijn. Capelle tegen Scheveningen eindigt in een puntendeling. In een wedstrijd die Scheveningen had moeten en ook kunnen winnen.